Dat je bij de Dyson luchtreinigers uitkomt is naar mijn mening niet zo heel gek. Want zoals we van Dyson gewend zijn, zien ook de luchtreinigers er super mooi uit. Met een futuristisch design zijn ze echte eyecatchers en is het dus ook niet zo heel vervelend om ze in je woonkamer neer te zetten. In deze video ga ik je wat meer vertellen over de Dyson Purifier Cool Gen 1. Ik heb ook een video gemaakt waarin ik dit model met de Dyson Purifier Hot en Cool Gen 1 voor je vergelijk. Wil je het verschil nou weten? Ga dan naar de video in de beschrijving. Een luchtreiniger reinigt, zoals de naam al doet vermoeden, de ruimte waar die in staat van bijvoorbeeld allergenen en stof. Nou, in het geval van deze luchtreiniger zit er ook nog een ingebouwde sensor in die de luchtkwaliteit meet en je dan op het display real-life kan laten zien wat er gaande is. Nou, en het fijne aan die sensor is ook dat die automatisch harder gaat werken op het moment dat de luchtkwaliteit verslechtert. Nou, ik heb bijvoorbeeld een appartement en mijn luchtreiniger staat in de woonkamer, wat tevens ook mijn keuken is. Dus als ik dan sta te koken, dan hoor je gelijk aan de luchtreiniger dat hij wat harder aan de slag gaat. Goed om te weten is dat deze luchtreiniger is afgedicht volgens de HEPA 13 norm. Nou, in de praktijk wil dat zeggen dat je er gerust op kunt zijn dat alle allergenen en stoffen die het apparaat ingaan er ook niet meer uitkomen. En dat je dus altijd schone lucht inademt. Daarnaast heeft hij ook een ventilatiefunctie. Dus tijdens de zomerdagen kun je hem gebruiken als verkoeling voor een heerlijk koud briesje. Maar wel belangrijk om te weten is, het is geen airco. Er wordt een afstandsbediening meegeleverd, zodat je hem op afstand kunt bedienen. En je kan ook de uitblaasrichting daarmee aanpassen. Nou, sommige luchtreinigers zijn te verbinden met de My Dyson app, maar dat is in het geval van deze dus niet zo. En tot slot, en niet geheel onbelangrijk, het aantal decibel. Het maximale geluidsniveau van deze luchtreiniger is zo'n 61 decibel. Dus als hij flink aan de slag moet, nou, dan hoor je hem natuurlijk wel goed. Maar in principe kun je dan gewoon nog steeds televisie blijven kijken. En in de normale modus hoor je hem eigenlijk niet. Maar mocht je het nou toch belangrijk vinden om hem in je slaapkamer neer te zetten, dan heeft hij ook een stille nachtmodus die ervoor zorgt dat hij stil de lucht reinigt. Conclusie, Dyson heeft heel erg veel keuzes als het gaat om luchtreinigers. En daarom is het belangrijk om zelf eerst eens even te kijken naar waar jij hem voor wil gaan gebruiken. En nou, in het geval van de Cool Gen 1 is het uiteraard zo dat hij de lucht reinigt voor verschillende allergenen. En daarnaast kun je hem gebruiken voor een koud briesje tijdens de warme dagen. Nou, heb je nog vragen voor me? Laat het me weten in de comments. En anders zou ik zeggen, tot de volgende video. Doeg!